Leuk dat jullie erbij zijn. Dit is het vierde webinar in een vijfdelige webinarreeks rond open innovatie. We hebben het in de voorbije webinars al gehad over de impact van de wereldeconomie op de innovatiestrategieën van grote bedrijven. Daarvoor hebben we Geert Noels over de vloer gehad en die heeft ons toch wel wat mooie inzichten opgeleverd. We hebben ook het start-up ecosysteem anno 2020 in kaart gebracht. En een aantal canvassen voorgesteld van Startup X, die de innovatiestrategieën binnen bedrijven in goede banen kunnen leiden. Nu, de vorige webinars zijn allemaal herbekijkbaar via de blogpagina op onze website startup.be. En vandaag gaan we wat verder in op de mogelijke samenwerkingsvormen tussen bedrijven, corporates aan de ene kant en startups aan de andere kant. En daarvoor hebben we uitgenodigd Andries Reimer van Antwerp Management School. Andries heeft samen met professor Vincent Molly al jarenlang onderzoek gedaan naar corporate venturing in België. En dat heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd die in whitepapers weggeschreven zijn. En vandaag gaat hij toelichten welke vormen van samenwerkingen tussen corporates en startups in België veel voorkomen. En wat dat daar de succesformules en de best practices in zijn. Nu, na deze toelichting krijgen jullie ook de kans om naar een aantal praktijkvoorbeelden te luisteren van KBC, Accenture en Carevolution in de verschillende breakout rooms. Nu, voordat ik met heel veel plezier het woord aan Andries geef. Na de breakout sessies gaan we over naar een Q&A. Dus als jullie vragen hebben voor Andries of voor sprekers binnen de breakout rooms, schrijf die weg in de chat. Wij kunnen die daar oppikken en we zullen die dan achteraf in groep behandelen. Het beste is ook dat je, als je niet aan het spreken bent, de camera uitzet. Dat zorgt ervoor dat het een beetje een stabielere verbinding is en dat jullie ook niet verward raken over wie dat er aan het praten is. Voor de breakout rooms moeten jullie je geen zorgen maken. Als de tijd gekomen is, dan krijgen jullie een linkje die jullie naar de juiste kamer leidt. En achteraf komen jullie automatisch hier in deze sessie terug voor de Q&A. Dit webinar wordt eveneens opgenomen en kan achteraf bekeken worden. Nu, wat mij betreft ben ik door al mijn mededelingen heen. Dus met heel veel plezier geef ik nu het woord aan Andries voor de toelichting. Dankjewel, Bea. Ik ga mijn presentatie delen. Jullie zouden die moeten zien. Als jullie die niet zien, hoor ik het graag. En anders begin ik. Dus zoals Bea heeft aangekondigd, of heeft gemeld alvast, deze presentatie is eigenlijk een uittreksel van twee whitepapers die we geschreven hebben. En we, dat zijn Vincent Molly en mezelf. Wij doen sinds 3 jaar ondertussen bijna onderzoek naar corporate venturing met steun van onze partner PwC. En wij... En een aantal netwerkpartners, waaronder ook Startup KBC, waardoor ik met veel plezier hier een woordje toelichting geef. Wat hebben we gedaan, corporate venturing? We zijn eerst gaan zoeken in de literatuur. Wat is er allemaal al verschenen? Welke modellen bestaan er? En op basis van die literatuurstudie en gesprekken met een aantal experts, hebben wij geprobeerd een nieuw model naar voren te schuiven. En dat model... Dat gaan we straks even kort bespreken. Misschien nog eerst één woordje uitleggen waarom dat Vincent en ik aan dit onderzoek begonnen zijn. En dat is omdat we verschillende zaken zien gebeuren, waardoor dat deze webinarserie zo interessant is. Dus de samenwerking tussen corporates en startups. Aan de ene zijde zien we dat de startups enorm veel aan exploratie doen, maar dat zij in de exploitatie, het valoriseren van innovatie, soms... hulp kunnen gebruiken en die hulp kan komen van corporates. We zien ook dat bijvoorbeeld startups heel vaker naar disruptieve innovatie neigen, waar we corporates aan incrementele innovatie doen. Dus daar zien we ook een heel schone overlap. En natuurlijk, de startups die hebben een toegevoegde waarde als nieuwe technologie, nieuwe businessmodellen, een unieke cultuur, waar dat de corporates van kunnen leren. Maar de corporates hebben ook bestaande klanten, sectorkennis, een netwerk, supply chains en zo, waar dan de startups weer van kunnen profiteren. Dus die samenwerking, daar zit echt wel toegevoegde waarde in.
En daarom wouden we daar meer over weten. We zijn begonnen met de literatuurstudie, zoals gezegd. En daar is deze framework uitgekomen. Dat is een combinatie van verschillende bestaande frameworks. Maar we hebben eigenlijk een aantal nieuwe vormen van corporate venturing of corporate startup collaborations toegevoegd. Dat gaat van zeer losse en ad hoc samenwerkingen, zoals bijvoorbeeld naar een netwerkevent gaan of scouting missions, tot acquisitie, dus een volledige overdracht. Een tweede element dat we gedaan hebben, en dat is ook gekomen door in gesprek te gaan met experts, maar ook bijvoorbeeld met juristen, is de IP bridges toegevoegd. Je gaat zien, of je ziet, tussen 4 en 5, tussen 8 en 9, 11 en 12 en 15 en 16 zijn bridges gebouwd. Wat willen we daarmee zeggen? Als je met een advocaat spreekt, gaat hij zeggen, je moet van dag 1, en je doet een network event, moet je eigenlijk al een NDA tekenen en confidentialiteit en zo bespreken. Maar dat is natuurlijk niet praktisch haalbaar. Dus we hebben geprobeerd heel pragmatisch een paar belangrijke punten, plaatsen te identificeren waar het wel belangrijk wordt om over bepaalde IP-vraagstukken te gaan nadenken. En die hebben we dan ook weer toegevoegd. Ik heb maar 20 minuten, dus ik kan niet heel uitgebreid en diep ingaan op deze 20 vormen. Wat ik ga proberen te doen, is per cluster even aan te halen wat erin zit en wat de belangrijkste learnings daarvan zijn. Dan ga ik eventjes verder over succesfactoren. Dus we hebben op basis van een survey die ondertussen meer dan 1000 respondenten heeft, zijn wij gaan kunnen kijken naar welke verschillende clusters zijn nu belangrijk voor welk motief of welke doelstelling van welk bedrijf. Dus daar kunnen we eventjes op ingaan en dan getting started als eindpunt. Alright, deze zijn een aantal voorbeelden, daar kunnen we later nog een naar kijken. Wat belangrijk is, is de whitepapers, al vermeld, hier kunnen jullie ze downloaden. Dus de eerste cluster zijn meer de explorative collaborations. Wat bedoelen we daarmee? Dat zijn meer een keer snuffelen. Minder deep entangled collaborations. En wat zit ertussen? Dus die network events, sponsoring van events, scouting missions en sharing van resources. Wat is daar het belangrijkste? Is getting out of the building. Dus voor zowel corporates als startups. Als je gewoon blijft doen wat je doet, ga je geen andere mensen leren kennen en gaan er ook geen collaborations kunnen ontstaan. Dus getting out there en maak jezelf kenbaar. Voor corporates die dan zo'n event willen gaan sponsoren, is het wel heel belangrijk om de impact en credibiliteit daarvan te assessen. Als je zo'n city trip of zo'n scouting missions gaat gaan doen, waar ga je naartoe? Ga je de klassieke pad volgen naar Silicon Valley? Of gaan we eerder naar een Tel Aviv, een Barcelona, waar er hip en trending nieuwe startups nu momenteel zich aan het vestigen zijn. Heel belangrijk hier is ook bij de resources, als je dat sharing resources gaat bekijken, heel breed proberen te kijken naar wat zijn nu uw resources, wat kunt je allemaal gaan sharen. Dat is vooral vanuit de corporates natuurlijk. De tweede blok, dat zijn dan wat we noemen de inspirational collaborations. Dat zijn meer samenwerkingsvormen waar dat er inspiratie wordt opgedaan. Vanuit de kant van de corporates wordt er op deze manier gekeken naar die samenwerkingen. Vanuit de kant van de startups is dat meer een proof of concept model. Gaan testen, werkt het wel? Werkt het ja of nee? De startup challenges, hackathons, mentoring en advisory en ook venture clients vallen daaronder. Wat we hier zien en vaak hebben gehoord, is dat eigenlijk de verwachtingen van dit type samenwerkingen vaak te hoog zijn. En dus we moeten daar een beetje onze verwachtingen temperen. Omdat er wordt van die samenwerking ineens de wereld verwacht. We gaan een oplossing vinden en dat is zelden zo. Het zijn vaak kleine stapjes die gezet worden hierin. Dus dat is al een heel belangrijke. En wat we ook hebben gemerkt in de gesprekken die we hebben gedaan, we hebben ondertussen meer dan 100 mensen geïnterviewd rond corporate venturing en deze vormen, is dat de return vooral op de long term moet gezocht worden. Dus ook al gaat je een ad hoc samenwerking gaan met zo'n start-up,
de return die je daarvan gaat krijgen, bijvoorbeeld van een hackathon, gaat niet op dat specifieke element zijn waar je op gaat gaan werken. Het zal waarschijnlijk eerder in een long term zijn van de mensen die daar geweest zijn, van ideeën die daar verzameld zijn, van mensen die je daar hebt leren kennen. Dus dat moet je heel goed indachtig houden als je daar in gaat gaan springen. Transparant zijn over intenties en de verwachtingen die je hebt. En ook gaan kijken naar, wil ik dat ad hoc doen of wil ik daar een soort van gestructureerde vorm in gaan vinden. Dat is dan specifiek voor die mentoring en advisory. Je kunt heel ad hoc advies gaan geven aan mensen die het vragen of je kunt proberen in een adviesraad of zo te gaan structureren. De volgende cluster zijn die van de Strategic Alliances, dat wil zeggen. En dan zijn we al een tweede brug van IP overgestoken. Daar gaan we de twee partijen, dus de corporate en de start-up, zich echt strategisch linken met elkaar. Co-development projecten, dus samen een nieuw tool, nieuwe software, een nieuw product gaan ontwikkelen. Een strategische partnership op vlak van verkoop of ontwikkeling en licensing. Dus dat is ook iets dat we meer en meer zien gebeuren. Het licentiëren van een specifieke IP van een corporate naar een start-up, maar ook vice versa. Van een start-up naar een corporate. Als je in deze samenwerkingsvormen wilt gaan exploreren, dan is er een grote wil om te experimenteren nodig. Je kunt als bedrijf niet succesvol zijn in dit type samenwerkingen als je niet van experimenten houdt of dat niet kunt organiseren. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke hier om mee rekening te houden. Als je als corporate of als start-up die experimenten niet durft of kunt aangaan, dan zou ik hier niet aanraden om hiermee te beginnen. Dus de culturele en strategische fit wordt hier ook meer en meer belangrijk. Omdat je strategisch meer gaat verankeren, in elkaars operations gaat gaan komen, moet daar een betere fit zijn. De vorige twee clusters zijn iets losser en daar valt dan nog wel mee. Maar hier wordt dat al wel belangrijk. Om die culturele en strategische fit te bekomen, is een interpersonele relatie heel belangrijk. Tussen zowel de mensen die moeten samenwerken, maar ook tussen het leadership van de verschillende bedrijven. En dan als laatste puntje, die licensing. We kunnen inlicensen, maar ook outlicensen. Dat heb ik al vermeld. En natuurlijk, daar wordt dan het heel belangrijk om heel goed te vatten in een akkoord wat er kan verwacht worden van de verschillende partijen in zo'n licentieovereenkomst. Hier komen we al meer naar dat juridische luik dat heel belangrijk wordt. De vierde cluster is die van de incubators en accelerators. En ook de excubators, moet ik daar dan bij vertellen. Ik heb gezien dat er mensen van Basics ook aanwezig zijn. Zij zijn een voorbeeld van bijvoorbeeld die Corporate Accelerator, om ook te proberen daar vanuit de corporate een soort van start-ups, een platform te geven om van te leren in twee kanten. Wat is heel belangrijk, die selectieprocedure. Welke start-ups laat je toe, welke scale-ups laat je toe? Kiest je voor start-ups of kiest je voor scale-ups? Dat is al een groot verschil. Maar ze moeten altijd heel goed passen in de corporate vision. Als je vanuit een corporate denkt. Vanuit een start-up denkend, wilt jij bijdragen aan die visie van die corporate? De kwaliteit van je corporate mentors. Wat kan je verwachten? Welke mensen maak je vrij om samen te werken met je start-ups? En dat is ook wel iets voor start-ups om na te gaan en om proberen zicht op te krijgen van als je in zo'n corporate accelerator stapt, van met welke mensen gaan we mogen samenwerken? En om succes te hebben, hebben we gemerkt dat C-level echt wel committed moet zijn in zo'n corporate accelerator verhaal. Als je daar als corporate dingen van wilt leren, is het heel belangrijk dat er voldoende interne medewerkers in betrokken zijn. Dat maakt het voor startups soms moeilijk, omdat zij met heel veel mensen moeten samenwerken. Natuurlijk, als corporate en je wilt daar een soort kennisoverdracht hebben, is het net belangrijk dat er heel veel mensen in contact komen met de start-up.
dat is een element dat heel goed afgewogen moet worden. Van, hoeveel als start-up, hoe hard wil je trekken aan de cultuur van de corporate? En dan is het ook nog heel belangrijk, dat is terug een beetje die testmentaliteit die toch wel belangrijk is, is die feedback from the market validation, die is heel, heel belangrijk en dat is cruciaal in het opbouwen van dit type samenwerking. De laatste cluster is die van strategic investments, van strategische investeringen. Wat zit eronder? Corporate venture capital als limited partner, een corporate venture fund, zelf doen een joint venture, acquihire en acquisition. Acquihire is misschien het minst gekende van deze lijst. Wat bedoelen we daarmee? Is dat eigenlijk een bedrijf wordt overgenomen, een klein bedrijfje wordt overgenomen door een corporate. Niet omwille van hun belachelijk goede product of IP dat ze hebben, maar voornamelijk om met die bepaalde mensen te kunnen samenwerken. Dus meer voor het menselijk kapitaal dan voor de toegevoegde waarde die zij bieden. Ja, deze is meer het klassieke corporate venturing. Daar is al heel veel over geschreven. Nu, wat is daar belangrijk? Als je als corporate wilt gaan rijden, gaat je je corporate venturing capital fund, gaat je dat door interne employees laten runnen of ga je daar onafhankelijke investeerders op laten werken? Dat is bijvoorbeeld een van de grote vraagstukken die je moet hebben. Heel belangrijk, en wat we altijd terug zien komen, is die valuation. De valuation is altijd een heel moeilijk proces. En dat komt ook vooral omdat de due diligence die door corporates vaak gedaan worden op start-up scale-ups, is heel moeilijk. Omdat er nog niet altijd of niet genoeg evidence is van wat kunnen die gasten gaan doen. Heel belangrijk voor start-ups ook om naar te kijken, is dat je genoeg autonomie kunt overhouden. Als dat niet het geval is, riskeer je dat snel de entrepreneurial spirit dat jullie zo uniek maakt, gefnuikt wordt. Dus dat is een heel, heel belangrijk punt om naar te gaan kijken in dit geval. Dat was in een nutshell de 20 vormen die we hebben gedefinieerd. Nu gaan we snel door naar de succesfactoren die wij hebben gezien als we op deze data die we hebben analyses gaan draaien. Die kunnen we eigenlijk nog veel dieper, hebben we nog veel dieper uitgelegd in de tweede whitepaper. Die kan je hier downloaden of op onze website. Nu, wat zien we? Wat is de subjectief gemeten van de bijna 1000 respondenten? Hoe tevreden zijn zij over dit type samenwerking? En belangrijk om te zeggen, dit gaat over zowel corporates als startups. Dus beiden hebben de survey ingevuld en deze zijn geaggregeerde resultaten. Dus waar zijn ze het meest tevreden over? Subjectief gemeten. Strategic alliances, de strategic investments en dan pas incubator accelerators en dan pas inspirational en least tevreden zijn ze over de explorative collaborations. Waarschijnlijk omdat we over die onderste twee eigenlijk te veel verwacht wordt en ze daar dus ook minder tevreden over zijn. Wat we wel weten, is dat als je het goed wilt gaan doen, dat je best met een van die twee onderste, die explorative of inspirational, gaat gaan starten. Dat je niet onmiddellijk begint met overnames of die co-development trajecten. Nu, als je financiële doelen wilt gaan halen, waar moet je dan op inzetten? Wat zien we, is dat type 1, dus die explorative samenwerkingen, dat we daar niet moet inzetten. Dus die hebben een negatief effect op financial goals. En dat is de noodzakelijke investering die je moet maken om later te kunnen oogsten. Waar je wel moet inzetten is type 2, dus die inspirational, en type 4, de incubators en accelerators. Dat is als je op een relatief korte termijn, lees 3 jaar ongeveer, financiële doelstellingen wilt behalen. Wat we ook zien, is dat je nog meer kans hebt om daar succesvol in te zijn als je type 4 en type 5 combineert. Dus niet alleen type 5, maar wel type 5 gecombineerd met type 4. Dus die strategic investments gecombineerd met de incubators en accelerators. Business transformation, dat is dan vanuit de corporate bekeken. Dus je wilt als corporate, wil je je bedrijf of je organisatie veranderen. Waar moeten we dan op inzetten? Type 2. Plus type 4 of type 3 plus type 4. Niet alleen type 4, maar dus enkel in combinatie met.
Als we willen gaan nieuwe markten en nieuwe producten willen gaan lanceren, waar moeten we dan op inzetten? Wat we zien in onze data is dat type 3, hè, dus de strategic collaborations, dat daar het meest succes wordt behaald op die nieuwe producten en nieuwe markten. En dan specifiek bedrijven, corporates, die meer dan één vorm van CV gaan doen. Dus type 3 is belangrijk, maar ook meerdere vormen. Dus niet alleen in type 3. Als we gaan kijken naar een ecosysteem bouwen, je wilt als bedrijf een ecosysteem bouwen, oké, waar moeten we dan op inzetten? Obviously zouden we dan zeggen incubatoren en acceleratoren. En vooral bedrijven die dan zijn daar succesvol in, die een hoge intensiteit hebben, dus frequent samenwerken, en die heel goed zo'n corporate venture kunnen managen. Dus processes en een management in place hebben om dat te gaan doen. Laatste slide, en dan ga ik afronden. En ik hoop dat ik nog net binnen mijn tijd ben. Waar moeten we op letten? Sowieso langs de twee kanten. Corporates en startups, put yourself in their shoes. Probeer die samenwerking een keer langs de andere kant te gaan bekijken. Waarom zouden we gaan samenwerken? Wat is uw communicatie rond innovatie? Wat zijn uw concrete uitdagingen? En wat is de visie die je wilt bereiken? Ik denk dat startups daar relatief goed in zijn, omdat zij vanuit een grote droom vertrekken. Corporates worstelen daar nogal mee. En hoe ga je connecteren? Moet je een mailtje sturen naar info@? Moet je via LinkedIn? Of is er echt een dedicated persoon of een dedicated knop op je website die rechtstreeks naar de juiste mensen leidt? En dan, hoe ga je gaan starten? Ik denk dat het heel belangrijk is, of we zien dat het heel belangrijk is, om expertise te delen en van een groot trustgevoel en vertrouwen te gaan starten. Dat hangt natuurlijk samen met een visie. En een strategie die daar rond gecommuniceerd wordt. En dat linkt dan naar dat plan. Voilà, dat was het langs mijn kant. Bea, sorry voor de 3 minuten te veel, maar bij deze. Het is u volledig vergeven, Andries, aangezien dat een bijzonder interessante toelichting was. Het leken in ieder geval geen 3 minuten te veel, laat ons het zo zeggen. Nu, als alles goed gaat, zouden jullie nu dadelijk allemaal een linkje voor een breakout room moeten krijgen. En ik wens jullie daar in de breakout room heel veel plezier toe. En ik zie jullie achteraf terug in de sessie voor de Q&A. Dus Jim, je mag de breakout rooms openen. Voilà. Dat jullie een interessante breakout sessie gehad hebben. Ondertussen zijn er een aantal vraagjes binnengekomen die ik zeker wel wil behandelen. De eerste die is binnengekomen, dat is er eentje voor Andries. Andries, ben je bij ons? Jawel. Voilà. Andries, we horen vaak van start-ups dat het soms bijzonder makkelijk gaat om met een bedrijf samen te werken en soms bijzonder moeilijk gaat om met een bedrijf samen te werken. Heb jij in de onderzoeken die je gevoerd hebt doorheen de jaren heen, heb je een aantal algemene of gemeenschappelijke kenmerken kunnen determineren die bedrijven hebben die openstaan voor innovatie? Ja, wel, ik denk dat er een paar zaken heel belangrijk zijn. Hè. Dus als start-up samenwerken met een corporate, ik denk dat je enerzijds heel goed moet kijken naar de visie dat die corporate wil naleven. Waar zij voor gaan. Waar staan die mensen voor? En dat is een eerste lakmoesproef, zou ik zeggen, van, voor u als start-up om te kijken, ga ik daarmee samenwerken of niet? Hebben zij een visie? Want dat is al heel vaak een teken dat ze daar niet echt over gedacht hebben. En als ze daar niet over nadenken, hoe pas jij dan in hun verhaal? Als ze wel een visie hebben, dan kan je heel goed voor jezelf gaan uitmaken. Wil ik en kan ik daaraan bijdragen? Zo ja, dan past dat al in dat verhaal. Dat is dus één ding dat heel belangrijk is, denk ik. Dus die visie en waar dat je dan samen naartoe kunt werken. Ja, de compatibiliteit. Ja. Maar ook ja, echt van waar gaan ze naartoe? En is dat de richting waar ik naartoe wil ook? En kunnen zij mij helpen in deze volgende stappen die ik als bedrijf wil zetten? En dat zijn de tweede dingen, denk ik. Dus enerzijds moet de visie sterk zijn en daar moet je zelf als start-up ook in kunnen meestappen. En twee is de toegevoegde waarde
van de twee partijen voldoende? Heb ik voldoende toegevoegde waarde naar die corporate en kunnen zij mij voldoende helpen? En als daar twee al wat roest op zit of wat ruis op zit, dan zal het sowieso heel, heel, heel moeilijk worden. Dus dat lijkt me twee echt cruciale stappen in het begin om na te gaan. En dat kunnen denk ik ook wel voor een groot stuk als start-up zelf een eerste gevoel voor krijgen. Dus als ik het goed begrijp, is het eerder van neem de tijd om elkaar op voorhand te leren kennen. Zoek goed uit of dat er een match is, alvorens over te gaan naar een samenwerking. Wel ja, we beginnen direct met een samenwerking, maar dan gaan we zien dat die samenwerking misschien wel een positief resultaat op heeft, maar dat je nergens naartoe gaat samen. En dan zit er ook weer in een soort catch-22, want je hebt wel succes geboekt samen, maar je kunt nergens samen naartoe. Dus ik zou zeggen, eerst kijken of die visie mooi gealineerd is en dat er toegevoegde waarde is voor twee kanten, en dan pas de volgende stap gaan zetten om echt iets te gaan doen samen. Oké. Super, heel fijn antwoord, dankjewel. Ik zou misschien ook eens graag het gedacht van onze corporates aanwezig hier daar eens rond willen horen, want zij zijn degenen die al samen gewerkt hebben met start-ups. En ik kan mij voorstellen dat dat soms goed gaat, soms misschien minder goed. Felix, wat is jouw gedacht daar rond? Wat is het recept voor een goede samenwerking? Recept voor een goede samenwerking? Hi. Hoe ik er zelf naar kijk, is eigenlijk de relevantie. En Andries, je hebt dat inderdaad ook aangegeven. Hè? De relevantie van de beide partijen richting elkaar. En wat ik daar eigenlijk aan wil toevoegen, is de visie en strategie van een bedrijf. En ik kijk dan naar de klanten van Accenture, wat eigenlijk de grote corporates zijn. Is denk ik ook noodzakelijk om te begrijpen in welke transformatie zit dat bedrijf. Is een heel statisch bedrijf in een markt totaal niet onder disruptie, dan denk ik dat dat veel moeilijker zal zijn om daar eigenlijk een relevant partnership uit te krijgen, zeker met een corporate, tegenover een industrie die totaal onder disruptie staat. En dat zie je momenteel ook de voorbije 6 maanden, van physical naar virtueel gaan werken. De impact op de workforce, de collaboratie en dergelijke meer. Dit is een optimaal moment, omdat dat... Het is ondergeven aan transitie, transformatie, deze type van markt van talent en organisatie. En dat is dan eigenlijk het juiste moment waar ik dan ga op inpikken om start-ups te identificeren en die te gaan introduceren aan big corporates die inderdaad die transformatie moeten gaan uitvoeren. Ja, wel, en daarmee heb je ook al meteen een volgende vraag beantwoord, of dat er een invloed van COVID is op de samenwerking tussen start-ups en corporates. In jouw ogen is dat een positieve invloed? Positieve invloed en terug afhankelijk van de industrie. Als je dan bijvoorbeeld kijkt, dit moment, als je nu gewoon om een corporate te noemen, banden, Michelin of Goodyear, is een type van industrie die immens onder druk staat. Maar als je dan kijkt naar retail, logistiek, transport, dat is eigenlijk booming. Dus je moet ook het juiste moment eigenlijk gaan kiezen en de juiste capability gaan aanbrengen. Ja, als ik dan ook eens even aan Nick van KBC mag vragen, want Nick kent de beide zijden van de medaille, om het zo te zeggen. Dus ik ben wel eens benieuwd om te horen wat dat jouw visie op het goede recept voor een samenwerking tussen een corporate en een start-up is. Goh, ik denk, het is het al een beetje genoemd, maar managing expectations. Dat is een hele belangrijke. Sommigen langs de kant van een start-up zien misschien een corporate van goh, dat is hier een gigantische markt en daardoor kunnen we veel meer klanten gaan krijgen en daar zit geld, dus die zullen misschien ook wel investeren. Dat is inderdaad niet altijd zo en zeker omdat het dan een experimentfase en altijd iets heel pijn zal eerst uitgerold zijn. En aan de andere kant ook, de verwachtingen uiteindelijk vanuit de corporate naar de start-up is uiteindelijk van oké, die zijn inderdaad innovatief bezig, die kunnen heel snel gaan doen. Maar de eisen van een corporate kunnen toch wel zodanig hoog zijn dat het toch niet evident is van een start-up die een klein team heeft om aan die eisen te gaan voldoen. Hè. Want die gaan opeens heel veel tijd moeten investeren in die partnership. Bij ons zitten 15.000 mensen bij aan spreken in België. Daar kunnen wel wat resources worden. Oké, dat we moeten leren, dat partnership management. Maar soms wordt er zoveel een overload wordt gelegd langs een andere kant, dat die letterlijk
een beetje verzuipen onder wat er allemaal moet gedaan worden. En dat zijn de verwachtingen dat daar inderdaad wel heel duidelijk moet over gepraat worden, heel eerlijk moet zijn van kijk, zo is het. En ik denk dat dat de beste start is die je kunt gaan maken. Want anders gaat het van begin eigenlijk voortlopen en wordt mensen gefrustreerd en dergelijke. Dus er is ook veel uit geleerd en op die manier teams uit te bouwen om dat op die manier beter te kunnen gaan doen. Ja, ja, dat is een heel duidelijk, helder antwoord. Als laatste zou ik Jo nog eens even willen aanspreken van Carevolution. Want Jo, als ik het goed begrijp, is het eigenlijk jullie core om samen te werken met startups. Klopt dat? Als investeerder wel, ja. Als groep. Hè, want de corporates, dan, de ziekenfondsen, is dan minder evident. Mm-hmm. Maar is het wel de bedoeling om ons te versterken, om ons ecosysteem, dat woord is ook gevallen, om dat uit te bouwen. En dan zeggen we ook dat we put our money where our mouth is. Dus ja, als we dat belangrijk vinden, dan moeten we ook kunnen investeren. Dus vandaar dat we de twee doen. Wat ik wil toevoegen aan wat... Felix en Nick verteld hebben. Dus relevantie voor elkaar, zeer belangrijk. Het beheren van de verwachtingen, evenzeer. Wat ik daarvan daar nog zou aan toevoegen, is dat er voldoende vertrouwen en transparantie moet zijn. Net om te kunnen... want relevantie, dat is iets dat beweegt. Dus als je vandaag begint samen te werken, de strategie van die corporate, de markt beweegt... Je gaat van start-up naar scale-up. Dus dat denk ik, moet je de communicatielijnen hebben om in alle transparantie die relevantie, die verwachtingen met elkaar te kunnen bespreken. En dan helpt het als er wederzijds vertrouwen is dat er echt een partnership is tussen de corporate en de start-up. En dat dat ook duidelijk is en iets dat kan evolueren. Want niet, ik denk dat er dikwijls met heel veel verwachtingen aan een samenwerking begonnen wordt. Maar dat, zoals in start-up land, dat er heel veel gepivoteerd wordt. En dat al bouwend men uitkomt tot iets dat er misschien anders uitziet dan men initieel had beoogd, maar daarom niet minder interessant is. Ja, inderdaad. Dus als ik... Even samenvat, hoor ik wat heel belangrijk is de lange termijn visie die gealineerd is met elkaar. De manage expectations stuk. Het transparantie, het win-win voor alle partijen. Zijn de antwoorden die ik vanuit het corporate gedeelte gehoord heb. Maar nu zou ik ook graag eens onze start-ups die samengewerkt hebben met de corporates. We hebben Sander van Pluginvest en we hebben François van Helper. Ik ben ook wel eens benieuwd om te horen wat dat hun visie is. Waarom dat zij net besloten hebben om samen te werken met een corporate en wat voor hun de doorslag gaf om die samenwerking door te zetten. Ik zal misschien beginnen. Voor ons, de samenwerking met Accenture, wat we er net ook hebben toegelicht, vertrouwen was daar ook wel een hele belangrijke in. De reden dat we dat hebben gedaan, is natuurlijk om een stukje sneller in die markt te komen, een stukje sneller die product definition op punt te krijgen. Dat was het punt dat we daarmee zijn gestart. En dat we die samenwerking zijn aangegaan. Maar om dat te doen, ja, je moet jezelf toch een stukje blootgeven als start-up. Hè. We zijn met innovatieve zaken bezig. En daarvoor is dat vertrouwen en een goed persoonlijk contact toch wel belangrijk. Dus dat was voor ons dan heel concreet tussen mij en Felix een van de belangrijkste triggers toch om daarmee te starten. Ja, dat is ook dat interpersoonlijke... Die interpersoonlijke relaties die Andries ook aanhaalde, hè? Ja, absoluut. Ja, oké. François, wat heeft voor jou de doorslag gegeven om een samenwerking op te starten met Carevolution? Ja, we zitten misschien in een beetje een aparte situatie. Dus we werken in de zorgsector in de heel brede zin, in de thuishulp specifieker. Dat is een markt dat heel zwaar gesubsidieerd wordt door de overheid en dat in handen is van politieke kleuren. En dan kom je daar als klein duimpje om het systeem anders aan te pakken. En het was heel snel duidelijk, daardoor, maar ook door het feit dat wij een double-sided marketplace zijn, je moet gewoon vrij snel groot zijn om waarde te kunnen bieden aan je gebruikers, dat we een fast growth path zouden nodig hebben.
Een van de elementen van dat recept is de juiste partners vinden in de markt die een hefboom gaan zijn in die groei. Dus het was, voor ons was die partnerships was sowieso een deel van de strategie. Is dat nog steeds trouwens? We hebben het vandaag over onze grote samenwerking, onze initiële samenwerking met Curvolution en Partij Promeris. Maar er zijn er nog anderen al gaande en anderen nog in bespreking. Omdat dat initieel, dat maakt inherent deel uit van onze strategie. Omdat het anders gewoon niet zou werken. Dat is het eerste element. Het tweede is heel snel toegang hebben tot de kennis die binnen die corporate aanwezig was. Dat was een van de afspraken in het begin van ja, wij willen toegang tot al die mensen die zoveel meer weten dan wij over die markt. En wij willen die eenvoudig kunnen aanspreken om zaken snel vooruit te helpen. Dat was het tweede element. En het derde is vertrouwen. We hebben daar straks even bondig aangehaald in de breakout sessie. Vertrouwen naar de eindgebruikers. Wij zijn een B2C startup. Je begint als volledig onbekende naam. Waarom zou ik dat vertrouwen? En wij werken met mensen die soms verzwakt staan in hun leven. Dus dat vertrouwen is des te belangrijker in ons geval. Dus daar, al is het maar een logo op je website kunnen plaatsen van in samenwerking met, dat speelt. Dat is dan de eindgebruiker, maar hetzelfde naar de volgende partner. De eerste partner is de moeilijkste om binnen te halen. Naar de tweede kan je gaan met het logo van de eerste. En dat opent de deuren. Want zij ook, dat kun je ook bellen naar iemand die aan dezelfde kant van de tafel zit. En dat helpt om de verdere samenwerking uit te bouwen. Ja, ik ben blij dat je het ook vernoemt, François. Het netwerk, de kennis en ook het feit dat het vertrouwen wekt. Hè. Ik heb het in de breakout room van Felix en Sander ook gehoord. Het feit dat er bijvoorbeeld een Accenture vertrouwen geeft aan Pluginvest, geeft ook meteen natuurlijk een soort van standing mee, waar jullie al meteen een stap verder werken. Dat is mooi om te horen. We zijn helaas door de tijd heen zo goed als. Dus afsluitend wou ik nog heel eventjes aan Andries vragen, die ik allereerst al hartelijk wil bedanken om aanwezig te zijn. Of dat jij afsluitend nog een soort van gouden tip kunt meegeven aan corporates die denken aan experimenteren of denken aan samenwerken met startups. Andries, wat is de gouden tip? Waar moeten zij op de eerste plaats aan denken? Golden bullet. Ik denk, de eerste gouden tip is natuurlijk onze whitepapers downloaden. Nee. Er is echt geen één gouden tip, omdat de context is zo afhankelijk van met wie je wilt gaan samenwerken, in welke, like dat Felix ook zegt, in welke sector dat je zit, in welke... Dus er is geen één gouden tip. Wat ik wel denk dat heel belangrijk is voor iedereen, is bekijk het op de lange termijn. Je verwacht niet op heel korte termijn een resultaat, want dat... Het resultaat dat je dan gaat hebben, is om te leren om op lange termijn samen waarde te creëren. Dat moet de doelstelling zijn. Het gaat niet om de trouw, het gaat om het huwelijk, hoor ik bij u. Ja, voilà. Ja. Ja. Voilà. Andries, en al de rest van de sprekers, Felix, Sander, Jo, Nick en François, hartelijk bedankt om vandaag aanwezig te zijn. Ik vond het alvast bijzonder interessant, ik hoop de rest ook. Want het zit erop voor vandaag, maar voordat ik iedereen laat gaan, wil ik jullie nog allemaal van harte uitnodigen voor ons vijfde en laatste webinar dat doorgaat op woensdag 19 augustus om 16:30. En daar gaan we dan focussen op effectief de corporate startup, entrepreneurship en dergelijke. Dirk heeft ook eventjes de link naar de Eventbrite in de chat gezet. Dus wie wil inschrijven, kan nu meteen inschrijven. Wat ook belangrijk is, de deelnemers die alle vijfde webinars meegevolgd hebben, maken kans op een boek van Geert Noels, die wij in het eerste webinar ontvangen hebben. Dus bij deze wens ik jullie een heel aangename avond en ik hoop jullie allemaal de 19e terug te zien tijdens het laatste webinar.